De hulp die we hebben om werk wat lichter te maken, is deze machine. Dat is een elektrische heggenschaar. En die zorgt ervoor dat je werkzaamheden minder belast worden. Met name de armen. Omdat deze machine geen motor in zich heeft, maar elektrisch wordt aangedreven. En veel lichter is. Met een accu achterop. Waardoor het zware gewicht eigenlijk op je rug zit en heel dicht op je rug. Waardoor het eigenlijk helemaal niet zo zwaar is, het werk. Stigas ondersteunt de agrarische en groene sectoren als het gaat om gezond en veilig werken. Tevens helpt ze werkgevers bij het managen en terugdringen van verzuim. En als mensen toch ziek worden, zorgt Stigas ervoor dat begeleiding en reïntegratie door de Arbodienst efficiënt verloopt. Preventieadviseurs komen op bedrijven in het hele land. Zij geven praktische tips over duurzaam werken. Als je naar een bedrijf kijkt, wat wij hebben, dan heb je altijd risico's. En je zal altijd blijven bijstellen, je zal altijd proberen te voorkomen dat er iets gebeurt. Maar risico's kan je niet uitsluiten, wel proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Nieuwe machines en technieken betekenen vaak een flinke stap voorwaarts op het gebied van gezond werken. In alle bedrijfstakken van de agrarische en groene sector is dit zichtbaar. De firma Van der Plas heeft het nieuwste productiemateriaal dat het werk verlicht. Het wil niet zeggen dat altijd die producten het werk voor ons economisch aantrekkelijker maken. Maar het kan ook zo zijn dat er werkzaamheden zijn die gewoon zo beroerd zijn dat je er wat mee moet doen. En als je daarnaar kijkt, dan zie je bij ons ook dat wij goed kijken naar verrijdbare bijvoorbeeld stoelen voor tussen de planten. Wij hebben een lijn geconstrueerd waardoor de dames voor het heel makkelijk producten van heel hoog naar heel laag kunnen brengen. Dat wij ook gebruik maken van whip-on karren. Dat zijn losse onderstellen, die kunnen wij onder de Deense containers schuiven. De Deense containers zijn de karren waar alle planten op vervoerd worden. Hierdoor kunnen de mensen met veel minder belasting kunnen ze over de grond heen rijden, waardoor het werk gewoon veel lichter wordt. Ook bij een melkveebedrijf zijn er aanpassingen. Ze hoeven niet altijd spectaculair te zijn, als ze maar werken. Op een boerenbedrijf zijn er eigenlijk altijd wel risico's die je loopt met het werk wat je doet. Je werkt met dieren en dieren doen niet altijd wat jij wil of wat je hoopt. 4 jaar geleden hebben wij een nieuwe stal laten bouwen. En naast het kijken naar goede huisvesting voor de dieren en het comfort wat belangrijk is voor hun, hebben wij ook gekeken van hoe wij zelf prettig konden werken. Nu, maar ook over een aantal jaar, als het misschien met ons wat minder gaat. Want wij willen nog een tijdje blijven melken. We hebben de indeling van de stal zodanig gemaakt dat met weinig werk wij dieren kunnen verplaatsen. Het jongvee kunnen wij makkelijk van leeftijdsgroepen opschuiven. We hebben ook gekeken naar een goede kraam- en ziekenstal met makkelijke hekken. Die wij goed open kunnen doen en waar de trekker ook in kan om de hokken uit te mesten. Want er zit stro en mest in en dat wordt een flinke laag. Vroeger deden we dat altijd met de hand en nu kan dat met de trekker. Dat scheelt enorm op het gebied van zware arbeid. Dat hek hebben wij zodanig gemaakt dat er een doorstapje in zit voor ons, maar niet voor de koeien. Dat is makkelijk werken. Je stapt sneller even in en uit om bij de koe te kijken. Voor wat betreft het voeren hebben we een grote aanpassing gedaan toen wij de nieuwe stal bouwden. We zijn gemechaniseerd gaan voeren. Dat betekent dat wij gras, kuilgras en mais met de trekker voor de koeien rijden en daar dus niet meer veel handwerk aan hoeven te verrichten. AH Vrij Groenverzorging BV is een cultuurtechnisch bedrijf in Rijswijk dat een scala aan grondwerkzaamheden verricht. Veiligheid en gezondheid zijn er belangrijk.
Ja, ons bedrijf ondervindt momenteel risico's op het gebied van gezondheid en veilig werken. Je kan het verdelen in twee soorten risico's. Het eerste risico is werkgerelateerd risico. Maar dat staat goed omschreven in de VNG-plannen die we moeten schrijven. Ook hier heeft de techniek voor veel verbeteringen gezorgd. Tussen de spoorrailsen gebruiken we zuigmachines. Die zuigen de grond en het grind zuigen ze eruit. De tractor die wordt al aangepast zodat de stoel achterstevoren in de cabine kan zitten. De machinist zit dan recht voor zijn werkhouding. En die doet dan machinaal, kan die de takken in de versnipper aanleggen. Dat zijn dingen, daarin proberen wij onze werknemers duurzaam te behouden. De sleufgraven, dat wordt niet meer met de hand gedaan. Daar komt een grote, kleine kraan voor. We hebben zoveel mogelijkheden om dat werk echt te verlichten. Dat je met plezier naar je werk gaat. Vreugde in het werk draagt bij tot duurzaamheid. Dat is ook de opvatting van Frans Termaten, directeur van Landschap Erfgoed Utrecht. En wat ik heel erg belangrijk vind voor het welzijn van iedereen die zich inzet, of je het met plezier doet. En het scheppen en het creëren van plezier is volgens mij het grootste goed om gezond te kunnen werken. Of je dat nou als vrijwilliger doet of als betaalde kracht. Landschap Erfgoed geeft het begrip duurzaamheid nog een andere lading. Het wil bevorderen dat mensen zorg dragen voor hun leefomgeving zoals die bestaat in het landschap en het historisch erfgoed om hen heen. De gedachte daarbij is van dat als je, wat wij dan noemen, eigenaarschap toont voor het landschap in je omgeving of het erfgoed in je omgeving, dat de zorg daarvoor het beste is gegarandeerd. Mensen die bij ons vrijwilligerswerk doen, die variëren heel erg. Schoolkinderen, we hebben een projectje Schook aan de Boom in, waarbij we kinderen van de eerste, tweede klas van het middelbaar onderwijs een dag laten werken in het landschap, wilgen laten knotten. Maar we hebben ook heel veel mensen die 50 plus zijn en die het leuk vinden om activiteiten te ontplooien op het gebied van archeologie of geschiedenis of ook landschap. Kijk, op het moment dat vrijwilligers aan de slag gaan, dan proberen we zo goed mogelijk te helpen. We hebben ook een arbo-veiligheidsbeleid voor vrijwilligers. En wij geven cursussen voor vrijwilligers om te leren hoe zij als groep vrijwilliger met veiligheid om moeten gaan. Wij doen bij scholieren ook echt aan veiligheidsvoorschriften, ook daar de ARBO vrijwilligerswerk. Maar ja, misschien mag ik het geen eens zeggen voor de camera, maar ik doe het toch. Ik vind dat elk kind recht heeft op een klein krasje. We doen overigens altijd wel handschoenen erbij, maar ik vind niet erg dat ze een keer een takje op hun kop krijgen, als het maar niet te ernstig is. Maar je moet ook een beetje leren wat gevaar is. En dat leer je spelenderwijs. Als er problemen zich voordoen, op tijd ingrijpen samen met Stigas en kijken dat je kan zorgen dat er geen letsel uitkomt en schade. Stigas bevordert het gezonde werken met verschillende middelen. Eén ervan is het project Werken in Balans. We hebben toen gezamenlijk die vragen doorgenomen en de uitleg gehoord van medewerkers van Stigas. De sfeer was daarin ongedwongen en er was veel zin om die vragen te beantwoorden. De uitkomsten die heb ik niet meer zo op netvlies, maar ik geloof dat ze wel verrassend waren voor een aantal medewerkers. Ja. Wat we er wel uit geleerd hebben is dat we beter kunnen omgaan met hoe verdeel je je werk over de dag. Kunnen wij de signalen al aanzien komen van hebben we het nu over werkdruk of hebben we nu druk in het werk? Zodra het echt werkdruk is, want dat zit dan tussen de oren, van hoe ga je ermee om en hoe neem je daar afstand van? En hoe vraag je, hoe stel je ook de hulpvraag? Een manier om uitval te voorkomen is werkplekonderzoek en het bevorderen van samenspraak tussen werkgever en werknemer. Ik heb in het verleden klachten gehad, met name met mijn slijmbeursontsteking in mijn schouder. Ja, dat is heel vervelend in ons vak, want daardoor belemmert je je werk. En ik heb meegedaan aan een werkplekonderzoek van de Stigas. En die zijn op locatie geweest en die hebben bekeken hoe we nou het beste met je werkzaamheden kunnen omgaan. Nou, wij gebruiken Stigas als BTL met grote regelmaat. Denk aan onze RIE-onderzoeken. Maar ook werkplekonderzoeken die wij met de Stigas gezamenlijk uitvoeren. Andere productiemiddelen proberen in het bedrijf binnen te brengen of aan te schaffen, waarmee wij het duurzaam werken kunnen bevorderen. Zie je? Ja, dat
verschil, hè? Het scheelt een jas. Ja, dat scheelt aanmerkelijk. Naarmate dat je dus verder moet reiken met dat ding, dan wordt dat dus ook allemaal veel steeds zwaarder. Hier en hier. Hoe verder wordt het gewicht verdubbeld, hè? Ja. Ja, want dan krijg je de jefboom in je hoofd. En hij is net zo lang, hè? Een belangrijke oorzaak van de wat langdurig verzuim is het bewegingsapparaat. Ongeveer 30% van ons ziekteverzuim. Dat is ook met name waar wij ons heel sterk op focussen. De RINE is natuurlijk een heel belangrijk hulpmiddel waar we kijken van oké, hoe kunnen we zorgen dat we inderdaad op een zo goed en verantwoordelijk mogelijk het werk uitvoeren. Het ziekteverzuim gaat heel goed op dit moment. We zagen eigenlijk voor een paar jaar terug zagen we echt een stijgende lijn in het verzuim. En we hebben eigenlijk de afgelopen 2 jaar hebben we dat om kunnen zetten naar een dalende lijn met behulp van Stigas. Als je het hebt over tips voor anderen, dan zou ik zeggen, probeer niet te zware werkzaamheden te verrichten, zeker alleen. En ga niet door omdat je denkt het werk moet af. Maar win wat informatie in van je collega's of hulp van collega's of je baas. En op die manier kan je je werkzaamheden langer verrichten. Soms kunnen ook kleine veranderingen in de werkzaamheden al tot resultaat leiden. Ja, ik heb inderdaad klachten gehad aan mijn lichaam, mijn schouders en mijn nek. Nooit alle machines zitten altijd aan de rechterkant, die zitten altijd over rechts. En dus links ben je nooit zo. Dus als ik die kant op keek, dan ging maar de helft van rechtsom. Maar dat is puur omdat die machines allemaal aan de rechterkant zitten. Ja, door overleg heb ik nu aangepakt, tenminste ander werk. Het is wel net, maar het is gewoon ander werk. Het is niet dat eentonig. Het is meer dat je van alles doet. Effectief is ook het inzetten van deskundigen van Stigas die bedrijven ter plekke bijstaan. Die laten wij naar de handelingen kijken die wij doen. En laten we ook kijken of we de handelingen goed doen, de mensen ze goed doen. Of dat we het kunnen verbeteren. Of dat we de hulpmiddelen bij kunnen maken, bedenken, kopen. Kort geleden heeft in het bedrijf een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Toen de risico-inventarisatie klaar was, kwam eruit dat de echte risico's hier behoorlijk beperkt zijn. Maar wat je wel duidelijk ziet is dat de informatie die we hebben, de handboeken, het aangeven wie voor wat verantwoordelijk is in dit bedrijf, wat formeler moet. Onder andere, een van de dingen is dat ook bijvoorbeeld het Poolse handboek zal verder opnieuw beetgepakt worden, aangevuld worden. Nu de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen concreter worden, rijst de vraag hoe om te gaan met de oudere medewerkers. Hoe kun je ervoor zorgen dat ze niet uitvallen voor hun pensioengerechtigde leeftijd? Als de mensen door moeten gaan werken omwille van de 67 jaar. En ik kijk naar de mensen, dan zullen de mensen dat als hun gezondheid het toelaat. Want we kunnen nooit zeggen of iemand wel of niet gezond is of blijft. Maar dan moet dat geen probleem zijn. De werkzaamheden zijn er altijd op aan te passen. En heel veel van mijn mensen die werken ook in de zin dat ze ook anderen aansturen door de taakrelatie. Zie ik als totaal geen probleem. De overheid die wil dat mensen dus steeds langer blijven werken. 67 hebben ze het nu al over. Nou, dat betekent gewoon dat de vitaliteit gewoon heel belangrijk wordt. Zeker in ons werken. Mensen werken buiten. Dat is actief. Dat is lichamelijk zwaar werk. En de werknemer, de oudere werknemer ook met name. En dan proberen te betrekken bij scholing van onze jongere werknemers. Dat is, En we zijn ook inderdaad steeds meer combinaties te maken met groepjes. Jongeren en ouderen bij elkaar, waardoor ook inderdaad die werkbelasting goed verdeeld kan worden. Wij zijn bang dat er werknemers zijn die, als de pensioensgerechtigde leeftijd omhoog gaat, dat die het einde niet werkend halen. De werknemers die op dit moment het oudste zijn, hebben de laagste opleiding. Dus die willen graag gewoon werken, dat zijn echte doeners. En daarvoor zie ik nog wel problemen mee in de toekomst, ja. Die willen geen schoolmeestertje spelen. En die willen best aan iemand een keertje uitleggen hoe het werkt. Maar dan willen ze ook niet te veel druk te hebben. En dan moet je het ook nog het liefst in één keer snappen. Er zijn er die zeggen, ja maar. Nou, dan zeg ik altijd, jongens, kijk eerst een paar dagen. En kijk goed hoe ik het doe. Dat is juist de lol om een oudere werknemer als mentor binnen je bedrijf te hebben. Zodat hij wel dat over kan dragen. En dan is het ook makkelijker om tegen een oudere werknemer later te zeggen, weet je wat, jij wil iets minder gaan werken, ga dan maar 4 dagen werken in plaats van 5 dagen. Dus ik hoop eigenlijk dat wij met Stigas iets kunnen bereiken om de medewerkers
de oudere medewerkers om te kunnen laten zetten in een mentor. Want ja, je bent nooit te oud om te leren. En alles wat je over kan brengen op de jeugd, ik denk dat dat wel een goed idee is. De bedrijven zien de toekomst over het algemeen positief, maar realistisch tegemoet. De bedrijfsgrootte zal niet zoveel veranderen. We melken nu zo'n 50 koeien. En als je kijkt naar de capaciteit van de stal en van de melkput, is dat ook zo'n beetje de grens van wat we hier kunnen doen. En voor ons is dit ook een prettige bedrijfsgrootte waar we graag zo mee doorgaan. Wij zitten hier op een bedrijfsterrein van 4,5 hectare. En dan gaat voor een gedeelte komt daar woningbouw overheen. Gedeelte blijft bedrijventerrein. Dan moeten we beslissingen nemen. Splitsen we de zaak fysiek in tweeën? Of gaan we met één locatie gaan we verder? En dat zijn toch wel, dat zijn wel lastige beslissingen. Ja. Ja. Kijk, voor de rest, beslissingen als je praat over duurzaamheid, over dat je handwerksmeiden met machinaal gaat doen. Als die mogelijkheden er zijn, doen we dat toch wel. Zolang je kan blijven investeren in machines, investeer je automatisch ook in je werknemers. Visie van het bedrijf is continuïteit, mooie producten maken, een voorzichtige groei, stap voor stap. Alleen als we merken dat we de producten goed kunnen verkopen. Dus continuïteit is eigenlijk voor mij het belangrijkste. En wij hebben in het medewerkersbestand, wij hebben geen groot verloop daarin zitten. Gelukkig niet, want dit is een familiebedrijf en dat is niet alleen omdat de familie van de Plas eigenaar is, maar omdat we het met alle families hier moeten rooien. In die toekomst kan Stigas voor de agrarische en groene sector een belangrijke rol blijven vervullen. Stigas kan net een stukje extra informatie bieden wat je elders niet kan vinden. Ik zie Stigas voor nu en de toekomst als een onafhankelijke partner die heel neutraal, onafhankelijk naar mijn bedrijf kijkt en mij goede adviezen kan geven om met mijn mensen samen de zaak verder te verbeteren. Wij worden bestookt door allerlei bureaus, allerlei adviezen. En heel graag willen wij Stigas gebruiken die voor ons dat soort zaken filtert en ons helpt de goede kant op te gaan. En dat scheelt ons een hele hoop opzorgen.